Waar komt u voor? Voor de brokanten, maar ook voor het kasteel. Dat is ook wel heel erg mooi. Ja. We zijn hier op kasteel Geldrop bij Brokante Diver. Brokanten, dat zijn spullen die vroeger werden gebruikt en tegenwoordig weer helemaal terugkomen. En ook als gebruiksvoorwerp worden gebruikt of ter decoratie. Well, it's been a long time now, since I've seen you smile. Even kijken of we nog wat leuks voor een huis kunnen kijken. Kun je toch ook gewoon voor naar de Senos? Nee. Dan moet je wel een verhaal aanzetten. Het is een beetje een verslaving. Het nostalgische. Wat je van vroeger uit, van huis, van oma. Wat je dan eigenlijk... En ja, het is warm. Het is sfeer wat je koopt. Je koopt gewoon sfeer. Je koopt van zo'n kannetje. Kijk, een prachtig kannetje. Ook heb ik een regel. Ik moet eerst weten waar ik het ga neerzetten of ophangen voordat ik het mag komen. Maar ik heb hem vandaag gebroken. Dus ik moet er nog even over nadenken. Krijgt u dan ruzie thuis? Nee, want hij staat voor me te betalen. Dus ik heb het goed geregeld. Zo, u heeft de tassen vol? Ja, ik heb de tassen vol. En ja, nog van alle ijzeren spullen allemaal. Oude rotzooi. Nee, wij vinden dat geen oude rotzooi. Ik kom van boerenmensen en wij hadden zoveel mooie dingen. Toen worden ze weggegooid en nu kopen we ze. Welkom bij de wintereditie van Valval 3 in Theater de Hofnacht in Valkenswaard. Wij willen heel graag dat iedereen ons mooie theater leert kennen. En tegelijkertijd kunnen we dan direct laten zien wat wij allemaal voor moois te bieden hebben. De sterke man! Onze taalluchtartiest! 49 en ze spreken me nou niet goed uit. Ik ben 49 geworden. We hebben ook een aantal bekende professionele artiesten staan die het komende seizoen ook nog bij ons te bewonderen zijn. Die bieden wij ook een podium. Het is leuk te zien wat ze in aanbod hebben, maar ook gewoon leuk te zien naar dingen die je eigenlijk niet naartoe gaat. En dan nu toch eens een stukje ervan te zien, om te kijken of het misschien toch interessant is voor de volgende keer. Een vrouw, een opa en een meisje. En een meneer. Ja, heel leuk. Heel afwisselend en zeker voor de kinderen ook veel te doen. Dus, leuke middag. Ja, gewoon even rondneuzen. Ja. Waar kijkt u naar uit? Ik ga denk ik naar Eddie Mercedes. Daar kijk ik nog het meeste naar uit. Tom Prater. Dat is een soort preview, hè? Dus je moet toch wat mensen nog enthousiast zien te krijgen voor je voorstelling. En ja, dat is altijd leuk. Ik heb het 2 keer gedaan hier. En in Valkenswaard is natuurlijk altijd een enthousiast publiek, dus hartstikke leuk. Maar wat die moeder zegt, we stik Joden. Henkie. Ook komend weekend is er weer veel te doen in Brabant. Een greep uit het grote aanbod. Het grootste allround country en western festival van Europa is komend weekend voor de 22e keer in de Brabanthal in Den Bosch. De Western Experience met onder meer veel muziek, dans, western riding en een grote markt. Bij atletiekvereniging Sprint in Breda staat het weekend in het teken van de 48e Masbos Cross. Een uitdagend modderparcours over diverse afstanden. Van de jongste toekomstige hardlopers tot internationale wedstrijdlopers. Over een kleine maand is het carnaval. Veel vierders zijn nog op zoek naar een mooie outfit voor het Leutfeest.
En in Kuik kunnen ze zondag ideeën opdoen of spullen kopen tijdens de 38e carnavalsbeurs van De Neulers. Wil jij ook jouw evenement in Zinderend Zuiden? Mail naar evenementen@omroepbrabant.nl.